Hey, hallo iedereen. Welkom bij de uitleg over hoe je het spel moet toevoegen binnen jouw organisatie. Ik zal mij eerst even netjes voorstellen. Mijn naam is Dennis Stoet. Ik werk als Technical Consultant bij Proact op de afdeling Innovation and Development en ik ben de maker van het spel 29 Seconds. In deze bizarre tijden, waarin een hele hoop mensen thuiswerken, maar toch het sociale contact met collega's missen, heb ik door middel van Microsoft Power Apps dit spel gemaakt om samen met je collega's te kunnen spelen. Het spel heet 29 Seconds, wat natuurlijk is afgeleid van het bordspel 30 Seconds. Echter heb je hier maar liefst een hele seconde minder en bovendien geen bord. Voordat je van start kan gaan, zijn er een aantal simpele dingen die je moet doen of moet weten. Het spel is dus gemaakt in Power Apps zonder enige connectie naar andere systemen. Het is dus een volledig zelfstaande en veilige applicatie. Het spel is opgeslagen met de extensie .msapp, oftewel Microsoft Power App. Dit bestandje hoef je enkel toe te voegen binnen jullie bedrijf en te delen met de collega's met wie je het spel wil spelen. Let op, om het spel te kunnen spelen moet je wel beschikken over een Power Apps licentie. Deze zit vaak al ingebakken in je huidige Office 365 licentie. Het kan zijn dat de IT-afdeling ervoor heeft gekozen om deze Power Apps module uit te zetten. Wellicht hebben zij vanwege beleidsregels dit niet aangezet omdat men niet wil dat iedereen Power Apps kan aanmaken. Mocht dat het geval zijn, kan de IT-afdeling naar de admin portal admin.powerapps.com gaan en bij rollen iedereen verwijderen als maker. Op die manier kan iedereen wel powerapps gebruiken die met hen zijn gedeeld, maar zelf niet aanmaken. Belangrijk is dan wel dat de IT-afdeling de powerapp toevoegt en deelt met iedereen. Als je het spel hebt gedownload, ga dan naar create.powerapps.com. Klik dan op Open, Browse Files en open het gedownloade bestandje.